Vandaag is het op veel plaatsen wisselend bewolkt boven ons land en dat zien we ook op het huidige satellietbeeld. Dikke wolkenplukjes, dat zijn de buien, maar tussendoor zijn er opklaringen met af en toe dus ook wat ruimte voor de zon. Bij die buien kan wat winterse neerslag zitten, met name in het oosten en noordoosten van het land. En in de ochtend ligt de temperatuur daarbij tussen 2 en 5 graden. Vanmiddag waait het dan meest matig uit een westelijke richting, loopt de temperatuur op de meeste plaatsen op naar 5 of 6 graden... ...en breekt ook wat vaker de zon door. In het oosten en noordoosten blijft nog wel altijd een winterse bui mogelijk. Vanavond worden de buien wat feller. De temperatuur die daalt ook naar rond 0 tot 3 graden. Bij buien ook nu kans op een klap onweer. En vooral aan zee neemt de wind in kracht toe en wordt dan krachtig, windkracht 6. Morgen is het dan opnieuw wisselend bewolkt op de meeste plaatsen. In het zuiden zijn wat meer wolkenvelden. En als er wat neerslag valt kan het soms ook winters van karakter zijn. En aan zee bij buien ook kans op een klap onweer. Zondag is het dan wat vaker droog, maar is het meestal bewolkt met een temperatuur tussen 3 en 5 graden. En na het weekend, dan gaat de temperatuur in de lift, is het eigenlijk zacht voor de tijd van het jaar. Helemaal droog houden we niet, maar de kans op winterse neerslag die neemt toch flink af.